Goedenavond iedereen, welkom op deze digitale vraag- en antwoordsessie voor de QuickWin-projecten van Werken aan de Ring in de omgeving van Jezuszijk. Ik ben Marijn Struijf, ik ben de communicatiemanager van de Werkvennootschap, de organisatie die achter Werken aan de Ring zit van de Vlaamse overheid. Ik heb twee collega's bij, dat is Kaat en Jelle, dat zijn projectleiders van het Werken aan de Ring deel Oost. Dan zijn er twee mensen van ons studiebureau, Marijn en Maarten. En dan is er nog Hans van de gemeente Overijse, de mobiliteitsambtenaar. We gaan een aantal van jullie ingestuurde vragen vandaag behandelen. We hebben een uurtje voorzien, we hebben veel vragen gekregen, we hebben die allemaal overlopen en per project eigenlijk samengebundeld. U kan nog vragen stellen in de chat. Onze collega's kunnen ook rechtstreeks op die vragen een antwoord naar u sturen als dat een vraag zou zijn die niet per se heel algemeen relevant blijkt. Als uw vragen vandaag niet aan bod komen, ja, dan gaan we ons best doen om dan nog op mail een antwoord op te bieden. Het is niet dat dit het enige moment is waarop dat u als bewoner of omwonende uw vragen kan stellen. Dat kan uiteraard nog gedurende het verdere proces ook. We gaan van start gaan. Ah ja, nee, ik moet eerst nog zeggen dat de sessie ook wordt opgenomen en dat die daarna ook op de website terechtkomt. Dus dan kan u die in alle rust herbekijken. Of als u vandaag maar een kwartiertje hebt, dan kan u die morgen nog verder kijken. We gaan beginnen met een aantal vragen die eigenlijk algemeen gaan over het project en dus niet per se over een aantal concrete projecten. Kaat, wil je eerst nog iets vertellen of moet ik direct beginnen met de vragen? Ik zal misschien eerst ter hele korte inleiding nog eventjes toelichten wat er vandaag op het programma staat. Dus we hebben een presentatie online gezet over drie quick wins. In de omgeving van Jezuszijk. Dat zijn maar een aantal van onze projecten. Er is nog heel wat meer en daar communiceren we in de loop van juni over. De drie quick wins die we vandaag zullen bespreken is enerzijds de fietsnelweg F204 die Waver met Brussel verbindt via de E411. Het tweede project dat we gaan bespreken is de Jezuszijk fase 1 van de herinrichting van het dorpscentrum. En de derde quick win die vandaag besproken wordt, is de fietshelling onder de R0 ter hoogte van de Welriekende Dreef. Dankjewel, Kaat. Een eerste vraag die is binnengekomen. Eigenlijk iemand die opmerkt, wel, alle projecten die we hier zien, die vervroegd worden uitgevoerd, die gaan eigenlijk allemaal om fiets, voetgangers, openbaar vervoer en niet echt per se over de auto. En die persoon vraagt zich af hoe dat komt en waarom dat eigenlijk zo is. Het klopt inderdaad dat de projecten die we als QuickWin voorzien, dat die hoofdzakelijk gericht zijn op fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. De reden daarvoor is dat dat de projecten zijn die we op korte termijn kunnen realiseren. De projecten die eerder op de auto gericht zijn, dat gaat dan binnen ons programma voornamelijk over de herinrichting van de vier grote knooppunten binnen het projectgebied. Dus het Vierarmenkruispunt, het Leonardkruispunt. Het op- en afrittencomplex Jezuszijk en het complex Groenendaal. Om die autokruispunten herin te richten, moeten we eerst een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsprocedure volgen. En dat neemt zijn tijd in beslag. En ten tweede is het natuurlijk ook belangrijk om, vooraleer we de grote werken dan aan de auto-infrastructuur aanvatten, dat we de mensen, de pendelaars, ook al alternatieven geven, zodat tijdens de werken er alternatieven zijn om zich te verplaatsen en er zich geen eindeloze files opbouwen. En die alternatieven bevinden zich net in de fietsnelwegen, in een versterkt openbaar vervoer en eventueel in versterkte voetgangersmogelijkheden. Ja, dankjewel. Je zei het al net, er zijn een aantal grote verkeersknopen die we binnen het projectgebied van wat we noemen Ring Oost gaan herinrichten. Wanneer zal er eigenlijk duidelijkheid komen over die knopen? Daar kwamen ook een aantal vragen over binnen. En een aantal mensen die zich afvroegen, ja, kunnen we daar wat meer informatie over te weten komen? Ja, dus voor die grote knopen zullen we inderdaad gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsprocessen opstarten. We zijn volop bezig met de voorbereiding daaromtrent. We hopen in de zomer een startbeslissing te kunnen nemen. Dat is een startbeslissing die de Vlaamse regering neemt. En de volgende stap is dan een publieke raadpleging. Dus wij hopen in het najaar bij jullie terug te kunnen komen met een publieke raadpleging, waarin uitgebreid terug zal gekomen worden over de verschillende varianten die we ter studie voorleggen. En het zal dan uiteraard ook mogelijk zijn om zelf ook nog varianten verder in te spreken. En die nemen we dan ook mee in de rest van ons proces. Oké, dankjewel. Voordat we naar ons eerste project gaan, de fietsnelweg F204,
zijn er nog een aantal vragen over de geluidsschermen die momenteel geplaatst worden. Tot waar komen die en zijn er verder nog nieuwe geluidsschermen gepland? Dus de geluidsschermen die vandaag geplaatst worden langs de E411, dat is een proces dat onze collega's van het agentschap Wegen en Verkeer opnemen. Dat is een verplaatsing of een opwaardering van de geluidsschermen die er vandaag al stonden. Die geluidsschermen zullen dus ook geplaatst worden tot waar ze voorheen al stonden. Wij plannen binnen ons project Ring Oost niet meteen geluidsschermen in het kader van de quickwins. Eventueel kan het wel zijn dat we in het kader van de herinrichting van de grote knopen, die dus bestudeerd zullen worden binnen de GRUP-procedures, dat we daar wel geluidsschermen voorzien. Er waren een aantal heel concrete vragen over. Zouden er daar of daar geluidsschermen kunnen komen? Daar raden we aan om contact op te nemen met het agentschap Wegen en Verkeer, die de verschillende snelwegen vandaag in beheer heeft. Oké, dankjewel Kaat. Dan gaan we naar een aantal vragen die zijn binnengekomen rond de F204, de fietsenweg die eigenlijk Maleise en Brussel verbindt via de E411. Misschien kan je die nog even aanduiden op de kaart. Voilà. Er zijn een aantal vragen rond binnengekomen die voor Marijn zijn. Marijn, we gaan die fietsenweg aanleggen, dat is althans het plan, aan de linkerkant van de snelweg. Omdat we eigenlijk aan de andere kant een aantal waardevolle groenzones willen vermijden. Waarom de linkerkant van de snelweg en wat zijn precies die waardevolle groenzones? Ja, we kiezen voor de linkerkant, omdat voornamelijk aan de rechterzijde, zoals op deze figuur te zien is, zijn er twee grote valleilandschappen. Dat is dan voornamelijk rond de IJsselvallei, die we opsplitst ook. Daar is heel veel waardevol groen op blauwe aders die daar doorkronkelen. Vandaar dat daar dus ook naar relief bijvoorbeeld voor fietsers een moeilijk tracé voorhanden is. Dus dat is een van de redenen om voor die linkerkant te kiezen. Ook verderop, ter hoogte van Jezus Eik, plannen wij ook aanpassingen. Die komen zelfs aan bod aan op- en afrittencomplex. Om die een beetje te ontwijken, zouden we ook nu al de zuidzijde van de E411 of de linkerzijde kiezen. Om ook verderop richting Brussel op die manier verder door te kunnen rijden. Oké, dankjewel. Er is iemand ook die opmerkt die zegt, ja kijk, tussen Jezus Eik en Brussel is er eigenlijk al een fietspad langs de rechterkant van de snelweg. Is het dan niet logisch om dan dat te gaan verbeteren in plaats van eigenlijk aan de andere kant, de linkerkant, een nieuw fietspad te gaan aanleggen? Die vraag is terecht. Er ligt inderdaad een bestaand fietspad. Het is helaas niet fietsconform zoals wij de fietssnelweg willen aanrichten. Het ligt daar een beetje verscholen achter de snelweg. Het is de bedoeling dat de fietser volwaardig naar Brussel kan fietsen en ook in omgekeerde richting uiteraard. Door de zuidzijde te kiezen hebben we meer ruimte ter beschikking. We kunnen daar bovendien ook weer die knoop van Jezus Eik ontwijken. En aan de zijde met Brussel, met Ouderghem, zijn daar ook een aantal moeilijkheden die we kunnen ontwijken. Bijvoorbeeld aansluiting met containerpark daar bleek toch iets moeilijker te zijn, waarvoor we ook daar toch eerder naar de andere zijde van de E411 de fietsnelweg inrichten. Oké, bedankt. Er was ook iemand die zich afvroeg, ja, wie is eigenlijk specifiek de doelgroep? Voor wie gaan we met andere woorden deze fietsnelweg aanleggen? Eigenlijk is dat voor iedereen die een beetje in de omgeving woont. Dus dat is zowel voor mensen die vanuit Wallonië richting Brussel rijden, maar iedereen tussenin ook. Je moet daarnaast ook weten, de fietsnelweg is, F204 is deel van een netwerk, ook F29 in het noorden aan Tervuren en F205 in Groenendaal zullen uitgerust worden. En F204 koppelt dus alle inwoners van Overijse, Hoeilaart en de verbinding uiteraard met het Waalse en het Brussels gewest. Oké, dankjewel. Een vervolgvraagje, want we spreken inderdaad over het Brussels gewest. Het is een project dat heel nauw verband houdt met Brussel natuurlijk. Hebben we al overleg gehad met Brussel en Wallonië? Is een vraag die ook wel een aantal keer is binnengekomen. Ja, uiteraard. We volgen een planproces voor in verschillende stappen voor zowel de fietsnelweg als voor andere projecten. En er is altijd heel nauw contact geweest met alle verschillende actoren. Dus dat is zowel langs Brusselse zijde als langs Waalse zijde. Maar ook in Vlaanderen, alle betrokken partijen komen altijd mee aan tafel zitten om te bespreken wat de beste opties zijn. Oké, dankjewel Marijn. Ik heb een vraagje voor collega Maarten. Een vraag van iemand die zegt, ja kijk, als je eigenlijk een tunnel onder de Vuurgatstraat gaat aanleggen en dan een beetje verder een brug over de E411 en daarop wilt aansluiten, dan gaat dat voor een serieuze helling zorgen. Waarom blijven we niet gewoon in dit gebied langs de snelweg zonder enige helling?
Dat klopt. We hebben inderdaad een helling, maar die is nog steeds rond de 4%, dus eigenlijk nog wel conform het gevraagde fietscomfort. Waarom blijven we niet langs de snelweg? Dat is eigenlijk omdat we dan vooral zowel de oprit moeten kruisen als de oprit richting Waver als de afrit komende van Brussel. Dus dan zouden we daar ook een niet gelijkgrondse kruising moeten maken. En dat is de ambitie van deze fietssnelweg, om het fietscomfort maximaal te maken, de veiligheid, en dus ongelijkvloerse kruisingen te voorzien tussen fietsers en autoverkeer. Oké, bedankt. Ik heb een vraagje nog voor Marijn. Die gaat eigenlijk over de kruising van deze fietsnelweg met de S-Doornlaan. We zien er hier ook een beeldje van, denk ik. Iemand die zegt, ja, ik vrees eigenlijk dat met de zichtbaarheid langs links, de huizen en de felle bergaf aan de rechterkant, dat de autobestuurder of zelfs de fietser die naar de Brusselse steenweg rijdt eigenlijk niet veilig links en rechts gaat kunnen kijken zonder het risico te lopen dat men een fietser niet heeft zien aankomen. Hè. Op welke manier hebben we daar eigenlijk rekening mee gehouden en zullen we iets doen om de snelheid van die aankomende fietsers te gaan remmen bijvoorbeeld? Hè? Als er bijvoorbeeld speedpedelecs zijn of elektrische fietsen die aan 25 per uur of meer rijden om die kruising eigenlijk veilig te maken. Ja, het blijft een kruispunt natuurlijk. Hè. Dus de figuren die jullie nu zien tonen aan dat de fietsers weliswaar voorrang hebben. Maar ook daar zal signalisatie, zullen verkeersborden geplaatst worden om erop attent te maken dat het een kruispunt is. Het is niet omdat je voorrang hebt dat je die ook standaard gewoon mag nemen. Hè. Het wordt verwacht dat elke verkeersdeelnemer oplet. En door de vernauwing voor het autoverkeer in te richten op de S-Doornlaan zelf, zal de snelheid ook sowieso lager zijn voor het gemotoriseerd verkeer en dus ook de zichtbaarheid verhogen. Daarboven zitten we daar verderop in een zone 30, de Kersenbomenlaan. Dus het kan een idee zijn om bijvoorbeeld die zone 30 ook uit te breiden tot voorbij dit kruispunt. En op dat moment geldt ook voor de speedpedelec bijvoorbeeld die snelheidslimiet, waardoor dat ook daar de zichtbaarheid hoger is als je trager kan rijden. En bovendien hebben we ook ervoor gekozen om die fietsnelweg aan de zijde dichter bij de Brusselse steenweg te leggen. Dus voor mensen die van de IJsdoornlaan richting N4 richting de Brusselse steenweg rijden, hebben dan op dat moment ook nog eerst de kruising met het gewone autoverkeer en dan de kruising met het fietspad, waardoor dus ook daar weer die zichtafstand voldoende groot is. Oké, dankjewel. Er is nog een vraagje rond een kruising van die fietsnelweg. Hier gaat het over de Frans Verbeekstraat, waar het uiteraard voor de hand ligt om het ongelijk grond te laten gebeuren, die kruising. Maar merkt iemand op, daardoor is het niet evident om eigenlijk het belangrijke en druk gebruikte fietspad Groenendaal-Hoeilaert-Overijssen, om daar onze F204 mee te gaan verbinden. Dus is er de vraag eigenlijk, hoe gaan we de verbinding tussen die fietsnelweg F204 en dat fietspad organiseren als we daar de Frans Verbeekstraat ongelijk grond kruisen? Ja, terechte vraag. Het relieffossiel is daar heel hoog. We hebben ook bewust gekozen om de fietsnelweg zelf op hoogte te houden. Zo dicht mogelijk bij de E411 met een brug over die Frans Verbeekstraat om de lange afstanden op die manier comfortabel te houden en niet in een vallei terecht te komen. Maar dat neemt inderdaad niet weg dat de fietser die vanuit die Frans Verbeekstraat een aantakking wil maken met die fietsnelweg, dat die weliswaar nog altijd een hoogteverschil zou moeten overbruggen. Er zijn een aantal opties om dat relief wat uit te vlakken, maar dat gaat niet voldoende zijn om bijvoorbeeld een standaard van 4% te kunnen aanbieden. Dus die hellingen gaan we helaas niet volledig kunnen wegwerken. Oké, dat is duidelijk. Bedankt. Dan heb ik nog één kort vraagje voor jou, Marijn. Iemand die eigenlijk meer info vraagt over het traject van die F204 tussen de Jozef Kumstraat en het op- en afrittencomplex aan Maleise. Hoe ziet daar het tracé er eigenlijk uit? Ook daar een beetje in verhouding met de vorige vraag. Het relief in de omgeving varieert heel sterk. Om zo dicht mogelijk bij de E411 te blijven, vermijden we eigenlijk dat we heel grote reliefverschillen maken. Dus het is nog een beetje verder uit te werken welk variant van het deeltracé dat we zullen vormen, volgen. Het is wel de bedoeling om zoveel mogelijk groenwaardes te behouden en daar dus zo weinig mogelijk van aan te snijden. Dat zal in de volgende stappen nog verder gedetailleerd worden om ook daar de beste optie voor fietser en zo weinig mogelijk relief te moeten overbruggen. Voilà, hier zien we nog een beeldje daarvan. Dan hebben we nog een vraag voor Hans. Hans, op welke manier, vraagt iemand zich af, gaat eigenlijk de fietsnelweg
de F204 verbonden worden met andere lokale fietspaden, bijvoorbeeld in Jezusijk of in Maleise? Wel, begin dit jaar heeft de gemeenteraad het fietsbeleidsplan van Overijse goedgekeurd. Daarin staat gestipuleerd dat we gaan proberen het Overijse centrum met de gehuchten te verbinden, maar alzo ook de gehuchten onderling zelf te verbinden. De fietsnelweg is daarin een mooi onderdeel. En we gaan die aansluitingen doen in Jezusijk, zoals al in de Vuurgatstraat en de Esdoornlaan die aan bod zijn gekomen. Die aansluitingen zelf zijn nog niet in detail uitgewerkt. Die zijn we nu aan het overleggen. Maar er komen ook aansluitingen in de Frans Verbeekstraat, aan de Terlupse Steenweg. En ik denk dat het dat ongeveer zo wat is. Maar die werven van de Vuurgatstraat en de Esdoornelaan, daar gaan wij nu waarschijnlijk in 21 nog aan proberen te beginnen. De werven die daarop aansluiten, zullen voor de fietsstelweg gebeuren. En die termijn dat daartussen zit, proberen we natuurlijk zo kort mogelijk te houden. Oké, dankjewel. Hans, ik ben eens even aan het kijken of er in de chat nog vragen zijn binnengekomen die echt gaan over de fietsnelweg F204. Dat blijkt voorlopig nog niet het geval, dus ik hoop dat alles duidelijk was. Ik zie wel al een aantal vragen over ons volgende deelproject. Dat is het fase 1 van het centrum van Jezusijk. Dat zal worden heringericht. Ook daar hebben we een aantal vragen. Eerst algemene vragen, dan een paar specifiekere vragen. Bijvoorbeeld de eerste vraag voor Marijn. Is eigenlijk de TEC of de lijn geïnteresseerd om de openbaar vervoerhalte langs de E411 te gaan gebruiken? Want op die E411 rijden vandaag expressbussen. En ja, die persoon zegt het heeft eigenlijk weinig zin dat die daar gaan stoppen. En zou het voor de inwoners van Jezusijk ook weinig zin hebben eigenlijk om tot aan die haltes te komen? Omdat ze bijvoorbeeld via de Brusselse Steenweg veel gemakkelijker bereikbare haltes hebben. Dat gaat niet per se om een keuze voor reizigers. Ik denk dat we zoveel mogelijk proberen aan te bieden. En dat betekent dus ook dat een extra halte langs die snelweg zowel voor TEC als voor de lijn interessant is. Andere lijnen kunnen daar bijvoorbeeld op rijden dan de lokalere lijnen voor die op de N4 zullen rijden en door het centrum van Overijse zullen rijden bijvoorbeeld. Het is in dat opzicht een beetje zoveel mogelijk aanbod kunnen creëren voor de reiziger om de mogelijkheid te bieden om ook verschillende lijnen. Niet elke lijn die langs daar passeert, langs die haltes, heeft hetzelfde einddoel en op die manier dus een groter aanbod te kunnen aanbieden. Oké, bedankt. Daar is nog een vraagje over. Iemand die vraagt, voor die snelbus op de E411, kan er daar geen halte voorzien worden aan de Frans Verbeekstraat? Dat zou volgens die persoon de weg naar het gebruik van het openbaar vervoer eigenlijk sterk bevorderen. Ja, dat is inderdaad niet voorzien. We hebben nu een snelweghalte aan Jezusijk gepland en eentje aan Maleise. Om daar ook voldoende ritmiek in te houden. Het is de bedoeling dat die andere lijnen langs de N4, langs de verschillende steenwegen tot Overijse, dat die voor een verbindend karakter vormen en dat die snelbus enkel op de E411 rijdt met dan de twee haltes die we nu gekozen hebben. Dus een extra halte is inderdaad niet voorzien en lijkt ons ook niet opportun om die plaats nog verder te bouwen. Oké, dankjewel. En dan misschien nog een vraagje voor u, Jelle. Iemand die zich vraagt, eigenlijk, je zit daarmee nog een stukje Vlaams grondgebied en dan heb je, als je het openbaar vervoer neemt richting Brussel, het hele Brussels openbaar vervoer net. Maar die mensen zeggen, wij zijn toch verplicht om een volwaardig de lijn abonnement te kopen. En dat kan natuurlijk voor mensen mogelijk zo'n obstakel zijn. Zijn er eventuele besprekingen voorzien tussen de lijn en de MIVB om tot een meer correcte of geïntegreerde tarifering te komen? Ik denk dat dat een algemene problematiek is die een beetje eigen is aan de nabijheid van het Vlaams gewest met het Brussels gewest. De bussen van de TEC passeren daar dan ook nog eens, dus we zitten met het Vlaams gewest nog. Binnen het beleidsdomein mobiliteit en openbaar werken is men daar eigenlijk inderdaad ook wel op zoek naar een oplossing om die tariefintegratie eigenlijk en die ticketing toch eenvoudiger te maken, zodat mensen inderdaad geen 3 ticketjes moeten kopen om eigenlijk op hun bestemming te geraken. Oké, dankjewel. Ik heb nog een aantal vragen dan voor Maarten, die net iets specifieker zijn.
Bijvoorbeeld, ja, kijk, hebben we de inwoners van de Barbizonwijk, zeg je dat juist? Ja, de Barbizonwijk, die eigenlijk, hoe gaan die nog met hun auto naar het centrum van Jezuswijk kunnen rijden in de toekomst? Ja, dat klopt. Door de nieuwe fietsbrug die eigenlijk de welriekende dreef met de vlakke dreef gaat verbinden, gaan we inderdaad de aansluiting van de welriekende dreef moeten veranderen. Dus het laatste stukje wordt dan niet meer toegankelijk voor autoverkeer, maar de mensen naar de Barbizonwijk die zouden nog wel steeds gebruik kunnen maken van de Koedalfstraat, maar ook van de Sparrelaan. Dus er is een kleine omrijfactor daarvoor, maar die is eigenlijk zeer beperkt. Oké, bedankt. Een vervolgvraagje van iemand die zegt, ja, die nieuwe fietsbrug, hè, dat is een goede verbinding met de nieuwe fietsnelweg naar Brussel, maar zegt die persoon, het is voor mij niet zo duidelijk hoe dat fietsers komende uit de woonwijken in Jezuswijk eigenlijk via de Witherendreef en de Kapucijnendreef gemakkelijk en veilig op die fietsbrug geraken. Kan je daar een beetje meer toelichting over geven, Maarten? Het is sowieso de bedoeling dat de op- en afrit in Jezuswijk, dat we daar, daar is ook heel die ruimtelijke uitvoeringsprocedure voor gestart, dat die er op termijn uitgaat. Maar nu sowieso, als we de herinrichting doen van de fietsbrug, ook van de nieuwe autobrug, krijgen we meer ruimte ter hoogte van de Brusselse Steenweg. En dat is zeker een aandachtspunt dat we daarin moeten meenemen. Dat is dat die fietser daar een vlotte verbinding kent tussen de Wariekenendreef en de Vlaktedreef richting Noorden. Oké, bedankt. Bedankt, liever. Dan nog een aantal vraagjes over het hop-in-punt. Ik zie bijvoorbeeld ook al een vraag in de chat van iemand die vraagt, ja, zijn er eigenlijk parkeerplaatsen voorzien bij de haltes van het openbaar vervoer? En dan is er ook nog een vraag, Maarten, die is binnengekomen. Eigenlijk iemand die zegt, ja, wordt er aan het hop-in-punt dat we gaan voorzien? Worden daar bijvoorbeeld afgesloten fietsboxen of fietskluizen voorzien? Worden daar laadpunten voorzien voor elektrische fietsen? Gaan daar deelfietsen zijn? Gaat daar bijvoorbeeld het deelfietsensysteem van het Brusselse of Stedelijk Gewest gebruikt worden? Kan je daar een beetje meer toelichting bij geven? Ja, de eerste vraag voor het aantal parkeerplaatsen. Dat zijn degenen die eigenlijk ook uit het centrum van Jezuswijk komen. Die zijn geoptimaliseerd, nog een paar aan toegevoegd. En die worden eigenlijk dus vlakbij die halteinfrastructuur voorzien. Dus het is heel eenvoudig om, als je uit de omtrek komt, je komt toch met de wagen om daar je auto eigenlijk vlakbij die halteplaats te stallen. Nu, voor de andere vragen, voor de deelfietsen, wie dat allemaal gaat doen en zo, de oplaadpunten, we hebben de ruimte voorzien. Het is nu ook, we zitten nog in de ontwerpfase. Als we meer naar de uitvoeringsfase gaan, gaat daar ook meer duidelijkheid over komen, wie dat die deelfietsen zal beheren en met wie dat die samenwerking wordt aangegaan. Oké, dat is duidelijk. Dan is er nog één vraagje van iemand die zich wat vragen stelt bij de veiligheid. Als de bussen eigenlijk langs de E411 gaan halteren, is het dan niet gevaarlijk om passagiers te laten in- en uitstappen? Hoe gaan we daarmee om? Ja, ik denk dat het gemakkelijkste te vergelijken is met een metro-infrastructuur in het buitenland, waar dat je eigenlijk, de metro die stopt eigenlijk achter een afgesloten wand en de metro de deuren gaan open, dan ook dus die wand die gaat mee open, en zodat er eigenlijk geen rechtstreeks contact is met die snelweg. Dus zo, op die manier gaan die passagiers heel vlot, die staan ook afgeschermd van het autoverkeer tijdens het wachten, en kunnen zij de bus betreden. Ook de bus zelf die heeft een aparte busbaan langs de snelweg, maar die heeft ook een aparte inrijhaven die ook beveiligd is, zodat deze ook veilig gesteld staat voor de rest van het verkeer. Ja, dus het wordt uiteraard volledig veilig georganiseerd, zonder dat daar mensen op of dicht bij de snelweg kunnen komen. Dat lijkt me nogal logisch natuurlijk. Een aantal vragen, of twee vragen liever, die nog binnenkwamen via de chat over het horecaplein. Wordt dat ten eerste autovrij of autoluw? En wat is eigenlijk de planning daar? Ik weet niet wie zich daarvoor geroepen voelt om daarop te antwoorden. Maarten? Ja, ik was echt niet. Geen probleem. Het horecaplein. Ja. Wordt dat autovrij of autoluw? En wat is eigenlijk de planning voor die... De planning daarvan is afhankelijk van de RUP-procedure. Maar het is heel moeilijk om daar nu een uitspraak over te doen, want dat is ook een heel openbaar onderzoek dat daar nog moet gevoerd worden met heel veel verschillende varianten, waar het ook nog heel veel inspraak en zo over georganiseerd kan worden. Maar natuurlijk, ja, de ambitie waarmee dat project zijn gestart, is om natuurlijk die op- en afrit uit het centrum van Jezuswijk te krijgen. Nu, als die op- en afrit erdoor is, is er sowieso ook al geen probleem meer met doorgaand verkeer. En dus
Of dat het dan een woonerfprincipe gaat worden. Het zal alleszins een veel autoluwer karakter krijgen dan vandaag, omdat we ook vooral willen inzetten op die toegangspoort naar het Soniowoud, om eigenlijk meer ook als een recreatieve pool te kunnen ontwikkelen. Oké, bedankt Maarten. Ik ga nog eens eventjes door de chat scrollen om te zien wat er nog specifieke vragen zijn binnengekomen rond het project wat we noemen Jezus Eik, al in die fase 1 of 2. Misschien nog één vraagje met betrekking tot de parkeercapaciteiten. Maarten, kan je daar nog iets over zeggen, hoe dat we dat zien, zowel fase 1 als naar de toekomst toe? Ja, dus in de eerste fase gaan we eigenlijk het parkeren vanuit het centrum naar de snelweg gaan plaatsen, ook gaan optimaliseren. Afhankelijk dan van het verdere doorgroeiscenario, waar het de op- en afrit van Jezus Eik naartoe gaat, zouden we eigenlijk ook die parkeercapaciteit nog kunnen verdubbelen. Dus dat is eigenlijk ja, dus een meer dan het dubbele dan vandaag in de buurt van Jezus Eik kan parkeren. Oké, bedankt. En dan misschien nog één bijkomende, zeer concrete vraag. Bij die bushalte, je hebt net uitgelegd dat dat een veilig systeem is waarbij de bus in een soort van aparte... ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar dat kan jij beter doen. Maar is het dan niet gevaarlijk eigenlijk dat die bus daar bijvoorbeeld zou tegenrijden? Of hoe voorzien we dat het niet verkeersonveilig wordt ingericht? Het is te vergelijken met een klassieke halte. Alleen is er veel meer ruimte. Er is ook veel meer ruimte voorzien dat die bus ook op een tijdig ook kan afremmen, dat die dus ook niet volle vaart langs die halte rijdt. Dus het ligt ook allemaal, het is zodanig ontworpen dat er ook geen obstakels uitsteken, dus dat die bus mooi kan oplijnen. Dus het is echt wel heel hard al nagedacht over de veiligheid. En dat blijft ook een aandachtspunt naar de uitvoering van het project toe. Ja, oké. Ik heb nog een vraagje binnengekomen van Anne, die eigenlijk zich afvraagt of we rekening hebben gehouden met de nieuwe uitrit van de autosnelweg in Jezus-Eik-Brabantlaan. Kraat, ja, doe maar. Dus we hebben er uiteraard voor gezorgd dat we op korte termijn een oplossing kunnen realiseren waarin dat we de fietsnelweg al mogelijk maken, waarin dat we ook de brug over de Kersenbomenlaan, die vandaag in slechte staat is, dat we die al kunnen herinrichten. En we hebben die oplossing zodanig uitgewerkt dat ze geen enkel van de alternatieven die vandaag op tafel ligt voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex Jezus Eik hypothekeert. Dus daar hebben we uiteraard rekening mee gehouden, dat alle verschillende mogelijkheden nog kunnen. Ja, is het interessant, Kaat, dat we dit plaatje nog even laten zien en nog kort even toelichten in het algemeen, om dit hoofdstukje af te sluiten? Ja, dus dat is een kaartje inderdaad, waarbij we de verschillende fases voor het project Jezus Eik toelichten. Dus de werken die vandaag al uitgevoerd zijn, zijn de knik die we in de weg gebracht hebben. Ook een herinrichting van de parkeerplaats en het plaatsen van een aantal bomen. De fase 1 is de fase die we hier net hebben toegelicht. Het vernieuwen van de brug over de Kersenbomenlaan. Het voorzien van een fietsbrug ook over de EV111. Het plaatsen van de openbaar vervoerhalte op de EV111. En het verplaatsen van de parkeerplaatsen uit het centrum van Jezus Eik dichter naar de EV111. Wat Maarten dan daarnet toelichtte, is de fase 2, die we pas kunnen uitvoeren op het moment dat we weten waar we de oprit naar de EV111, naar waar we die kunnen verplaatsen. Op dat moment kunnen we dus effectief een heel kwalitatief dorpsplein inrichten. En zouden we, zoals Maarten ook zei, die bijkomende extra parkeerplaatsen ook nog kunnen inrichten. Zodat we, want daar zijn we ons echt van bewust dat het voor horecazaken, voor handelaars belangrijk is om voldoende parkeerplaatsen te hebben voor hun gasten. Zodat we ook voor hen zeker voldoende parkeerplaatsen voorzien. Bedankt Kat, dat was inderdaad nog een opmerking die we ook nog hadden binnengekregen. Dus ik denk dat daar ook een antwoord is op gegeven. Misschien nog een vraagje tot slot over het project van Jezus Eik. Misschien voor Hans, ik weet het niet. Het parkeerregime en het al dan niet betalend maken van parkeren, is dat iets waar jij iets meer over kan zeggen? Of is dat voorlopig nog wat koffiedik kijken? Vandaag de dag is het beleid dat er bewust gekozen wordt voor het beperkt parkeren, althans tenminste in het centrum van Overijssel. Daarbuiten is het nog niet echt aan de orde geweest. Maar ik denk dat daar nog wel over moet nagedacht worden in de nabije toekomst.
om te bepalen wie we daar willen laten parkeren. Oké, dat is duidelijk. Dank u wel. Dan denk ik dat we naar ons derde project kunnen gaan, het project van de welriekende dreef. Misschien daar, Kaat, ik weet niet of je een beeldje kan tonen, dat we even kunnen opzetten. Daar zijn ook een aantal vragen over binnengekomen. Daar gaan we ook binnenkort eigenlijk al starten met te werken. Misschien is dat een goede eerste vraag voor jou, Jelle. Wanneer gaan we er eigenlijk starten mee werken en hoe lang gaan die werken duren? Ja, de werken starten na het zogenaamde bouwverlof voor de aannemers. Dat zal in de periode augustus-september zijn. Die gaan een klein jaar duren ongeveer. Dus tegen de zomer van 2022 zouden we dan inderdaad die fietshellingen moeten hebben. Oké, dankjewel. Misschien een vraagje voor jou, Maarten. Iemand die zich eigenlijk een vraag stelt bij het belang van deze werken of wat we eigenlijk met deze werken verbeteren. Hè? Dus iemand die zegt, het is er eigenlijk vandaag toch al wel logisch dat de fietsers voor veiligheidsredenen hun fiets aan de hand moeten houden. Hè? Gaan we dan echt zoveel verbetering zien als we dit project gaan uitvoeren zoals het vandaag voor ligt? Zeker, omdat de fietsers natuurlijk geen trappen meer moeten doen. Dus de hoofdbeweging is eigenlijk het doorzetten van de welriekende dreef richting Zoniewoud. En op deze kaart kan je goed zien dat het eigenlijk ook een van die fietsconnecties is op een veel grotere schaal. Dus het is eigenlijk een klein project, maar het kadert wel in het ringfietspad rond Brussel, die dat de verschillende radiale assen met elkaar ook gaat verbinden. De fietstunnel, de breedte is wat het is, maar door de nieuwe aanloophellingen hebben we dus wel een percentage dat rond de 3% zit, dus dat is eigenlijk een zeer flauwe helling, waardoor dat eigenlijk de mogelijke bochten dat er zijn, die hebben ook goed opengewerkt om goede doorzichten en zo te voorzien. Dus ja, zeker, het is een enorme verbetering voor de fietsveiligheid. Ja, ik denk dat het ook een beetje het idee is van een netwerk uit te bouwen van alle dingen die mensen tegenkomen die ze beletten om te fietsen. Dus eigenlijk knelpunten die mensen vandaag tegenkomen, is het woord naar waar ik op zoek was. Om daar eigenlijk voor te gaan zorgen dat we met heel het programma Werken aan de Ring, zowel in het oosten als in het noorden, zoveel mogelijk van die knelpunten kunnen wegnemen om zo mensen te gaan aansporen om te gaan fietsen. En mensen die vandaag misschien op hun route 3 heel gevaarlijke punten tegenkomen, wel als we die alle 3 zouden kunnen wegwerken, dat ze misschien al meer geneigd zijn om de fiets te nemen. Ik heb een vraagje dat dan nauw aansluit bij de vorige vraag. Dus de doelstelling eigenlijk van de heraanleg van deze tunnel. En eigenlijk iemand die zich afvraagt, ja kijk, als we de mobiliteit op korte termijn willen verbeteren, is het dan niet eenvoudiger om bijvoorbeeld de wolvendreef voor fietsers te gaan verbeteren en niet de welriekende dreefkaart? Ja, ik denk dat het antwoord op die vraag wat aansluit bij hetgeen dat Maarten net al toelichtte. Dus die fietstunnel die daar vandaag al ligt ter hoogte van de welriekende dreef, u ziet hem hier aangeduid met het groene cirkeltje. Voilà. Daar zo. En u ziet dat die mooi past binnen die grotere fietsring waarmee we alle verbindingen die Brussel inwaarts gerealiseerd worden verbinden. Dus het is om die reden dat we die tunnel ter hoogte van de welriekende dreef gekozen hebben als deel van onze fietsring. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat de tunnel ter hoogte van de wolvendreef ook zijn nut zal blijven hebben, maar die zien wij eerder voor recreatief gebruik dan voor het functionele gebruik waarmee we hier de tunnel aan de welriekende dreef waarvoor liever dat we die willen optimaliseren. Ja, dankjewel Kaat. Misschien nog een vraagje voor Maarten. Iemand die zich afvraagt, ja kijk, kunnen we niet beter eigenlijk de bestaande hellingen verlengen, hè, zodat ze minder steil worden, zodat ik bijvoorbeeld paarden de tunnel kunnen gebruiken. Hebben we dat overwogen om iets aan bijvoorbeeld de hellingsgraad van die hellingen te doen? Ja, dat is het uitgangspunt geweest van het project, hè, om die hellingen, de trappen eruit te doen en hellingen te voorzien. Maar niet zozeer voor... Nee, die locatie is inderdaad echt gekozen voor de fietsers. Ik denk dat de paarden verderop aan de Hertelaan een mooie doorsteek hebben.
om de ring te kruisen. Dat is natuurlijk nooit evident. Maar deze hellingen zijn inderdaad echt berekend op het fietscomfort eigenlijk. Oké, dankjewel Jelle. Nog een vraagje over de bus die vandaag eigenlijk vanuit de Terblokstraat naar de Welriekende Dreef rijdt. Gaat dat na de werken niet meer mogelijk zijn? Is iemand dat zich dat afvraagt? En hebben we daar al een oplossing voor gevonden? En hebben we ook de lijn mee betrokken in de opmaak van die plannen? Hè? Ja, de lijn is betrokken geweest. De haltes in de Welriekende Dreef zelf, die zullen langs één kant inderdaad niet meer aangedaan worden. Het is de bedoeling dat de bus vanuit de Terblokstraat meteen de ring oprijdt om daar richting Leonaard te rijden en dan eigenlijk het vervolg van zijn traject te kunnen doen. In de omgekeerde richting, vanuit Jezusdijk, kunnen de bussen wel de Welriekende Dreef inrijden en kan enkel de bus links afslaan. Dus het is niet de bedoeling dat autoverkeer dat gaat doen. Bussen mogen dat wel, om op die manier ook terug de Terblokstraat te kunnen bereiken en zo de andere kant van uw route te kunnen aanrijden. Oké, dankjewel Marijn. Nog één vraagje voor jou. Waarom gaat het eigenlijk niet meer mogelijk zijn dat het verkeer niet meer vanuit de Welriekende Dreef naar die Terblokstraat kan rijden? Waarom gaan we die verbinding eigenlijk knippen? Dus misschien een iets bredere vraag. We hebben het al uitgelegd in de eerste video die we gemaakt hebben, maar wat verandert er eigenlijk concreet aan die verkeerssituatie nadien en waarom hebben we daar eigenlijk voor gekozen? Ja, dus de situatie verandert in dat opzicht dat er vanuit de Welriekende Dreef niet meer linksaf gereden gaat kunnen worden, dus de Terblokstraat in, omdat die beweging eigenlijk ook niet nodig is. Dat is een beweging die het allemaal wat complexer maakt en die bovendien zeer gevaarlijk is. En dat is uiteraard de bedoeling om de verkeersveiligheid daar ten allen tijde te kunnen bewaken. En daarom dat we die linksafbeweging eruit gehaald. De zichtbaarheid is daar echt te beperkt. Voertuigen komen ook van de R0 af om die Welriekende in te rijden. Eigenlijk is dat niet de bedoeling en kan je doorrijden naar Leonaard toe, naar Jezusdijk toe, om de andere kant van de Welriekende Dreef te bereiken. Dat is eigenlijk de bedoeling om de verkeersveiligheid op dat punt al in een eerste stap te kunnen verbeteren. Oké, dankjewel Marijn. Dat waren alle vragen die we op voorhand hadden ingestuurd gekregen. Dus alle vragen die we hebben kunnen voorbereiden. Dus er zijn nog een aantal vragen in de chat die ik ga voorlezen. En mijn collega's moeten dan maar zien wie erop antwoordt. Iemand die vraagt, is er geen risico dat veel meer auto's in de S-Doornlaan gaan rijden ten gevolge van de komende werken en het op- en afrittencomplex? Ja, zal ik daarop aanvullen? Ja, ik denk dat we er niet rond kunnen dat als we werken uitvoeren en we richten daarmee een aantal straten of de verkeerscirculatie in die straten in, dat ergens anders meer verkeer teweeg zal brengen. Ik denk dat we altijd het uiteindelijke doel voor ogen moeten houden om dan die periode tijdens de werken toch zo vlot mogelijk door te kunnen, voorzien wij een uitgebreide verkeersmonitoringscampagne. Dus we gaan tijdens de werken bekijken hoe het verkeer zich herverdeelt naar aanleiding van de omleidingsroutes of de aangepaste verkeerscirculatie. En we zullen samen met de gemeente Overijse en met de gemeente Hoeilaar bekijken of er in bepaalde straten verkeersmaatregelen nodig zijn om ongewenste stromen tegen te gaan. Dus dat zal uitgebreid gemonitord worden. Dankjewel, Kaat. Nog iemand die zich afvraagt of er geen kans is om de huidige fietstunnels onder het Leonardkruispunt te gaan asfalteren, aangezien het dat vandaag kasseien zijn en geen aangename fietservaring geeft? Ja, daar wil ik heel op antwoorden. Dus dat is het... Waar dat we nu vooral naar werken, is eigenlijk het deel tussen Jezusdijk en de Frans Verbeekstraat. Direct de aansluitende stap daarbij is natuurlijk de connectie naar Brussel. Dus daar, het Leonaard zelf, dus eigenlijk niet de noordelijke tunnel, maar ook de zuidelijke tunnel, die wordt ook meegenomen in de 204 richting Brussel. En daar zullen we dus ook dat fietscomfort gaan verbeteren. Dus inderdaad, die kasseien die zullen we moeten vervangen worden door een beter befietsbaar ondergrond. Oké, dankjewel Maarten. Nog een vraagje van iemand die zich afvraagt of de bus van de MIVB, de 71, die in Oudergem rond Brussel een lus maakt, of dat die niet kan verlengd worden tot Jezusdijk. Ik denk dat het antwoord daarop is dat u daarvoor eerder bij de MIVB zal moeten zijn. Ik weet niet of er daar iemand nog een aanvulling op heeft, maar dat is een beetje, denk ik... Hoe we op zo'n vragen helaas moeten antwoorden. Ik zie nog een aantal vraagjes. Ik zag nog iemand die zich afvroeg
of er verlichting wordt voorzien in het Soniewoud richting Bosvoorde. Ik weet niet of we daar iets op kunnen zeggen. Iemand? Ze moet dat in verlengen van een welriekende dreef. Ja, ja, daar denk ik dat het over gaat. Ja. Ja, nee, het is enkel de bedoeling om de fietshelling zelf, om daar de nodige verlichting aan te brengen, maar verderop wordt er niets verlicht. We proberen daar de habitatrichtlijnen te volgen en dus geen verlichting aan te brengen. Ja, oké, dankjewel. Dan denk ik dat nog een vraagje van daarnet, als we het hadden over het hop-in-punt in Jezuseik. Hoeveel fietsparkeerplaatsen of fietsenstallingplaatsen er daar zijn? Weet daar iemand toevallig het antwoord op ongeveer? Een antwoord in cijfers kan ik daar zo niet op geven. Maar ik denk dat een belangrijk uitgangspunt daarbij altijd is dat we proberen om minstens evenveel fietsstalplaatsen te creëren dan het aantal autoplaatsen dat we creëren. Dus ik vermoed dat aantal fietsstalplaatsen ook stelselmatig verhoogd zal worden naar aanleiding van het aantal autoparkeerplaatsen dat we in de verschillende fases creëren. Dank u wel. En dan nog een laatste vraag, denk ik. Iemand die zich afvraagt, kan er geen ruimte of een fietspad op de Sint-Jansbergdreef en de Welriekendedreef voorzien worden voor fietsers komende van de Terblokstraat om ook de fietshelling te gebruiken? Die persoon denkt bijvoorbeeld aan fietskarren, et cetera, die de trappen niet kunnen nemen. De ruimte hadden we niet om twee fietsstellingen te voorzien, ook eentje richting Terblokstraat. De gemeente heeft toen wel gevraagd om daar toch zeker iets te voorzien. Vandaar dat we dus ook hebben gekozen om daar nog een flauwe, een luie trap te steken met de mogelijkheid van een fietsschoot om een fiets mee te nemen. Nu, alle andere fietsers, of ook mensen die gewoon niet willen de fiets aan de hand nemen, maar gewoon willen fietsen, die kunnen natuurlijk wel de welriekende dreef nemen en dan de terugkeerbeweging maken richting Terblokstraat. Oké, okay, dankjewel. Nog iemand een vraagje over de verlichting, die zich afvraagt wat met de verlichting langs de F204, waar we daarnet over gepraat hebben? De verlichting zelf, daar zijn we nu, denk ik, toch wel zo goed als uitgeraakt. De bedoeling is dus dat eigenlijk heel het fietstraject van de F204 verlicht wordt, maar dus niet tijdens de nacht. En die zal waarschijnlijk tussen 9 uur en 6 uur 's morgens gaat de verlichting uit. En dat is omdat we daar natuurlijk in een zeer belangrijk ecologisch gebied zitten, in het Soniewoud. Dat is ook hetzelfde voor de andere fietssnelwegen die in dit projectgebied gerealiseerd worden. Ja, dat lijkt me logisch. Nog een vraagje in verband met het hop-in-punt in Jezuseik. Zal dat toegankelijk zijn voor minder valide personen? Ja, dat zal inderdaad toegankelijk zijn voor minder valide personen. Dus de bushaltes langs de weerszijde van de E411... die zullen bereikbaar zijn via een liftkoker enerzijds en een trappenpartij anderzijds. Dus op die manier kunnen ook minder valide de bushalte vlot bereiken. En het is ook zo dat we in al onze projecten ook altijd samen met Inter, dus het agentschap dat instaat voor de toegankelijkheid van openbare ruimte, nauw terugkoppelen om te bekijken dat we zeker toegankelijke infrastructuur organiseren of realiseren. Dankjewel. Nog een vraagje, denk ik, over de welriekende dreef. Iemand die zegt, ja kijk, het is er vandaag heel gevaarlijk voor fietsers. De auto's rijden er vaak sneller dan 50 km per uur. Nemen we maatregelen om op een bepaalde manier de snelheid voor auto's op de welriekende dreef te beperken? Ja, voor een stuk wel natuurlijk. We hadden al bijvoorbeeld die linksafbeweging uit, zodat er al minder wagens van die welriekende dreef gebruik zullen maken. Ook op de andere kant, aan Jezuseik, zullen we maatregelen nemen om daar het verlengde van de welriekende dreef, daar zal een fietsbrug voorzien worden. Dus op dat vlak halen we er een groot deel van het sluipverkeer uit dat eigenlijk op de snelweg terecht wordt. En het profiel zelf van de welriekende dreef, daar hebben we van de gemeentes, zowel van Agrium als van Hoeilaars en Overijssel gehoord, dat daar nagedacht wordt over markeringen aanbrengen, om op die manier ervoor te zorgen dat mensen echt aan de zijkant blijven, langs hun kant van de rijbaan, waardoor ook de snelheid lager zal liggen, omdat het wegprofiel zich daar niet toe leent om dan sneller te rijden. Dank u wel. En dan nog een vraagje. De Sparrelbaan, verandert daar iets qua enkelrichting of dubbelrichting? Nee, dat blijft dezelfde situatie. Dat blijft dezelfde situatie, dank u wel. En dan denk ik nog een laatste vraag van iemand die in de Zuurbessellaan woont. Die zegt, die laan is gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Gaat die terug open gaan? En die zegt daar ook bij dat hij of zij vreest voor meer verkeer in zijn of haar straat. Kunnen we daar iets op antwoorden?
Als ik me niet vergis, dan gaat de Zuurbessenlaan de ontsluiting worden eigenlijk van de Kersenbomenlaan. Dus die doorgang die gaat er zijn. Dank u wel. En dan misschien nog een allerlaatste vraag. Iets dat we wel al hebben uitgelegd, denk ik, in de eerste video die ook nog op de website staat. Dus bij deze ook nog een warme oproep om die nog te bekijken, moest u dat nog niet gedaan hebben. Maar wat is nu de verkeerssituatie van de welriekende dreef? Die wordt een enkelrichtingsweg, vraagt Enzo zich af. En hoe zit dat juist? Kan er daar nog iemand kort even toe te geven? De welriekende dreef blijft dubbel richting. Het is eigenlijk enkel de aansluiting met de op- en afrit aan de welriekende dreef dat het een deeltje enkelrichting wordt. Oké, dan was er nog één vraag binnengekomen van iemand die zei dat we het supergoed hadden georganiseerd. Dus dat is fijn om te horen. We zijn mooi binnen onze tijd. Ik denk dat we op alle vragen een antwoord hebben kunnen bieden. Deze sessie komt ook nog eens online te staan. Ik vond het fijn dat er zoveel mensen aanwezig waren, dat we zoveel vragen hebben gekregen. Dat we het in tijden van corona op deze manier moeten doen, is een beetje spijtig, maar we hopen jullie toch niet minder te hebben geïnformeerd. En zoals ik ook in het begin al zei, vragen mogen nog altijd nagestuurd worden via info@werkenaandering.be of via het contactformulier op de website of via onze sociale mediapagina's. En dan rest er mij alleen nog om de collega's te bedanken om zo deskundig op alle vragen te beantwoorden. Ook Hans van de gemeente Overijssel te bedanken om hier aanwezig te zijn. En dan Kaat, Jelle, Marijn en Maarten, vriendelijk bedankt. En dan zien we jullie graag tot de volgende keer. Bedankt. Dag.